Ik ben vandaag in het verre oosten van Nederland, in Amt-Delden om precies te zijn. En ik heb afgesproken met Herman Snijders. Hij heeft 3 jaar geleden dit mooie huis gekocht, maar kwam er al snel achter dat het niet goed was geïsoleerd. Waar merkte je dat aan, dat het niet goed was geïsoleerd? We hebben het gekocht ergens in april. Toen kregen we de eerste maand afrekening en toen schrok ik me helemaal van de sokkel. Ja. Toen kwam ik eigenlijk via een kennis bij Thermo Solutions terecht. Nou, die kwamen eigenlijk met een prijs dat ik eigenlijk gebeld heb van volgens mij heb je foto gemaakt. Ja. Dat was zo mooi, want ik had nog een tweede bedrijf achter de hand, zeg maar, voor een second opinion. En de vertegenwoordiger van Thermo Solutions zat hier. Ik zeg, joh, ik zeg, als je het daarop af kan ronden, ik zeg, dan geef ik je dat dan gelijk eigenlijk mee. Want ik word niet gesponsord door Thermo Solutions of zo. Hoor. Nee, maar je bent gewoon een tevreden klant. Absoluut, ah. Ja. Ik heb ook nog wel een kanttekening, dat mag altijd in een review. Ja, nee, kom maar. Ja. Ja, ze boren allemaal gaatjes in de muur en dat hadden ze gevoegd met een veel te donkere voetmattel. Mijn huis had in één keer allemaal puistjes gekregen. Ah, ja. Ah. Dat hebben ze eigenlijk in no time hersteld, dus wel echt naar volle tevredenheid. Als we ons even beperken tot het daadwerkelijke isoleren. Hoe lang zijn ze daarmee bezig geweest? Dat is een paar uurtjes. Dat, is, dat kun je niet afknipogen. Dat is zo gebeurd. We zijn inmiddels een paar maanden verder. Ja. Het huis is nu netjes geïsoleerd. Wat merk je daarvan? Nou, het binnenklimaat is beduidend beter geworden. Ja, en de stookkosten zijn natuurlijk, het is wel 30-35% afgegaan. Ja? Ja, het is echt, echt aanzienlijk. Kijk even naar het gasverbruik dan. Hè. In 2019 512 kub aan gas. En na het isoleren 297, dat is nog geen 300 kub. Want hoe hebben ze dat dan hier gedaan? Gaatjes boren. Ja, en dan vol spuiten. Ja, je ziet ze niet. Je moet ze echt zoeken. Hier zit er eentje. Hier heb je gaatje. Nou, je ziet er echt helemaal niets meer van. Ja, eind goed, al goed. Ja, dus, tevreden. Ja, super.